Ja, en op vrijdag zien de mannen van het Zondagshuis en van Gezien.nl bij ons op bezoek. En die vertellen ons alvast wat voor dit weekend kunnen lezen. Rob van Deurzen, welkom. Dankjewel. Wat ga je dus vandaag allemaal vertellen? Gaat het over een wolf? Ik begin met het spannend. Ja. Het is geen sprookje, want ja, we kennen hem waarschijnlijk alleen maar uit Roodkapje tegenwoordig toch. Maar de wolf komt dichterbij. Letterlijk echt? Hij komt letterlijk dichterbij. Dus de verwachting is dat de wolf over een paar jaar, een paar tientallen jaren weer in Limburg gesignaleerd kan worden. Wat dat nu niet zo dan? Dat wordt niet zo. Nee, dat is de laatste keer geweest 2 eeuwen geleden blijkbaar. En toen wordt er regelmatig hier in Limburg te zien en ook in het wild te bekijken. En ja, goed, toen heeft er nog wel uit streken uitgehold. Want er zijn verhalen bekend dat bijvoorbeeld hier in Bezel, op een paar kilometer verderop, dat de wolf er in 1811, dat er dan nogal gaat hoes uit gaaien onder de kinderen in het dorp. Hij schijnt door 13 kinderen aangevallen te hebben. En met dodelijke afloop nogal. Hij wou van sommige kinderen alleen nog maar een armje of een beentje teruggevonden werden. Dat zijn natuurlijk geen leuke, nee. geen leuke verhalen. Maar goed, dat is realiteit. Het is een roofdier. Hè. Dus sindsdien is eigenlijk een beetje de heksenjacht op de wolf gestart. Ja, dat mensen zich het hadden van, ja goed jongen, dit moet zoals niet gaan doen. We gewoon op te jagen. Ja. En mede door ook de industrialisering, het is een moeilijk woord. Is de wolf eigenlijk langzaam uit ons gebied verdwenen. Ook uit gans Nederland, Limburg. En hij is zich eigenlijk een beetje geconcentreerd op de Oost-Europese landen. Zuid-Europa wordt er wel in het wild vuurkump. Mm-hmm. Maar goed, ja, het is in 4 juli afgelopen jaar dat in Luttelgeest, even kunnen we ons nog wel herinneren, dat er de vraag wordt of er een wolf wordt gevonden. Ja. Ja goed, volgens mij zijn ze er uiteindelijk uitgekomen dat er wel zo hoor. Hè? De vraag is alleen, is er door neergelag door een paar grapjassen of is het daadwerkelijk een wolf vanuit Polen, verwachten ze, onze kant is gekomen. Nou, volgens Olaf Optekamp, een natuurkenner en schrijver uit Kerkrooi, is de kans reëel dat het een echte wolf betrof en dat er zeker een kans is dat de wolf onze kant op gaat komen. Ja, dus dat dan moeten we rekening gaan haaien dat we meer de kinderen binnen haaien en als we in het bos gaan je op de paadjes moeten blijven. Want, en de reetjes. De ecoducten afsluiten zou ik voorstellen naar Duitsland. Zou ik wel door die ecoducten kennen die gewoon vrij precies. Ja, de vraag is wie ze er komen. En nog in Luttelgeest is de vraag wie is er gekomen. Als het daadwerkelijk een wolf betrof in het wild die deze kant gekomen is. Maar volgens Olaf Optekamp is dat niet onwaarschijnlijk. Hè. Hij hield er zelf lezingen over. En moeten we dan niet de reeën en zo gewoon beschermen? De reeën die hebben we eigenlijk meer dan genoeg. En dat is eigenlijk ook wel een reden waarvoor sommige mensen pleiten van laat de wolf maar weer komen. Want op dit moment is de wildpopulatie in Nederland is dusdanig gegroeid dat we eigenlijk nooit gedwongen per jaar hongerduizenden reeën moeten afscheten. Ze moeten elkaar weer een beetje in balans houden. Het natuurlijk zeg maar. Evenwicht is een beetje weg de laatste jaren. Dus ja goed, en als ze de wolf weer hier los kunnen sloten, dan wel weer kunnen introduceren in ons land, denk ik dat de jagers ook minder werk hebben. En dat zal niet door iedereen in dank weer afgenomen, maar ik denk dat het wel voor het natuurlijk belopen niet slecht zal zijn inderdaad. Het wordt weer spannend met volle man. Nou, is ook mijn spanning lever ergens anders. Ik vind wolven horen niet met toes in deze maatschappij. Het is een gevaar. En ik denk dat zijn de geldwolven. Van motten, de oog dat zeker, ja, maar die zijn ook gelokaliseerd al. Die moeten we ook natuurlijk hard aanpakken. Juist. Maar ik vind ook dit soort natuurverschijnselen, dat is niet meer van deze tijd. Dat brengt gevaar met zich met. Moeten we toch zin te voorkomen. Hebben ze nog het leuks? Ik heb nog het leuks, ja. Want het zou zomaar kunnen dat na 37 jaar op 10 januari in Oranjerie weer een vrouwelijke buitenkampioen uit de ton komt, zoals ze dat dan zeggen. Want ja, er zijn 3 voorrondes geweest voor het Limburgse buitenkampioenschap. Het Groot Limburgse buitenkampioenschap. Het jaarlijkse hoogtepunt van het gesproken vastelovenswoord. Mm-hmm. Voor velen toch het ultieme middel om de vastelovend toe te dragen. En er zijn Connie Bruinaars uit Halen en Sylvia Raamakers uit Kadier en Keer. Samen met een vijftal heren stond ze op 10 januari stond ze in de ton. En het zou zomaar kunnen zijn dat in 1977 wordt het even kieken. Erna van Gerwen. Goed, Valkenburg. Wat de laatste vrouw. Die wordt de laatste vrouw die de finale won. Hè. De finale won. Ja. En het is inderdaad, het is geen unicum dat er 2 vrouwen in de finale stonden. Dat wordt in 73 ook het geval. Maar goed, een finaliste is, of een winnares is er eigenlijk pas uitgekomen in 77, Erna van Gerwen. Ja. En die heeft dat op het hele geen vrouwelijke opvolger gekregen.
Dus het is vorig jaar. En kon iemand van nog even de biezen? Ik kon die ongeveer aanstaande maandag gieten gas, kon die goed halen. Dus een van die finalisten die van Maastricht over ook gebeld. Maar die zat in de kinderopvang. En dat was heel moeilijk om dan naar de studio te komen smiddags. Maar die van Halen hebben in ieder geval te gas. Dan is het gezellig hier maandag, dat ben ik wel zeker. Ja, absoluut. Dus ja, goed, ik denk dat er veel mensen uitkijken naar de finale. Het is altijd een evenement wat altijd tot de laatste stoel oeverkocht is. En hoeveel mensen teleurgesteld weer. Maar goed, maandag kinderen hebben ze een voorproefje gekregen, denk ik, als koning aanschuift. Dus. Goed nieuws, zeker. En nog meer nieuws. Ja, nog meer nieuws. Want we hebben de Misset Horeca heeft de Café Top 100 bekendgemaakt. En de Bourgondische levensstijl van de Limburger komt er heel goed tot uitdrukking. Want we hebben er weer een paar cafés bij. Op de eerste plaats Café Olivier in Utrecht. Ja goed, daar kennen we van hier aan. Dat is een Belgisch biercafé. Ja goed, Wim, ik denk dat we dat ook kennen. Dat is geen gezellig café. Daar hebben we oorspronkelijk de menukaart in brand gestoken in Utrecht. Echt wel? Ja, per ongeluk. Want we hebben heel veel bieren daar. Hè. En ik wou dat zo aan het overflappen. En toen is dat in een kaars beland. En had ik de boel naast. Ik ben vaak staat geweest, maar ik heb nooit niks in brand gestoken. Nee. Dat zal aan mij liggen. Sorry. Maar Limburg is groot vertegenwoordigd. Ja, Limburg is groot vertegenwoordigd. Ja, Maastricht met drie koegen en Zevenum, Horst, Grinsveen, Heerlen, Remuin en Sittard zitten erin. Voor Remuin is het Café de Verleiding die binnengekomen is op de 68e plaats. In Sittard, stad Sittard op de 96e plaats. In de Karkool in Maastricht. Wim de Kin zitten was er regelmatig geweest. Een van moet ik eerlijk zeggen. Precies. Ja. Die stond hoog, hè, toch? Die stond voor Limburg het hoogste, die stond op de 5e plaats. Zo. Ja, de Vogelstruis die staat er eigenlijk al jaren in, hè, op de 23e plaats. En de Poshoorn op de 31e plaats. Maar ik ben wel, moet ik eerlijk zeggen, dat de leukste cafés van Limburg er niet in stonden. Want wat geest namelijk kregen, dan komen veel van die toeristen. De Japanse drinkers, zal ik maar zeggen. Die gaan zo'n café binnen, die maken een foto, die lopen een rondje. In het slechtste geval gaan ze nog pissen en zo te drinken gaan ze naar boete. Nee, dus gelukkig stonden echte leuke cafés er nog niet in. Laten we dat zo haaien, zou ik zeggen. Hey, ja. Hebben u al een beetje anders dan kerstmis? Een klein beetje. Ik zit met twee kleine kinderen toe, dus ik moet natuurlijk Sinterklaas eerst voor hangeren. Ah, ja. Dat is natuurlijk wel zo. Maar ja, goed, kerstmis verkeerde neer dan weer. Hè. Als we om ons heen kijken, dan zijn de guirlandes en kerstballen die hangen overal. Hè. In Heerlen hebben ze daar ook op ingespeeld. En ja, in het kader van het Holland-Rusland, denk ik dat er zoveel sterel geboren is. Oh nee. Want we hebben een grotere bal dan de Russen. Oh. Ja, we hebben een grotere bal. De grootste bal. Is dat een issue? Ja, ik weet het niet. Maar ik denk het wel. Ik denk dat weer, als de zus wat er allemaal issues geweest zijn de afgelopen maand, denk ik dat ze van de kerstbal, hè, want dan wordt het kerstfeest, dat wordt in Rusland ook op manier wel gevierd. Dit hadden we niet moeten doen met Poetin. Nee, ik denk dat we de bal een klein beetje kleiner hadden moeten maken. Ja. Maar ik zal even zeggen wie groot onze bal werd. Ja. Dat werd 8 meter in doorsnee. Ah. En hij komt op de Pongert in Heerlen komt dat te staan. Een opblaasbare kerstbal in het kader van Stralend Heerlen. Dat is eigenlijk een heel groot kerstevenement met allerlei activiteiten die daar plaatsvinden. En de grootste kerstbal tot nu toe, dat hadden ze in Sint-Petersburg. De Russen worden heel fier op. Die hadden de bal van 5 meter doorsnee. Ja goed, daar komen we weer. Hè. De Hollanders moeten natuurlijk immer groter, zeggen ze in Pruisers, maar 4 keer nog groter. Dus we gaan met 8 meter doorsnee de grootste kerstbal in Heerlen neerzetten. Hij werd onthuld op 6 december. Dat vind ik wel netjes dat ze dat doen als Sinterklaas zijn biezen gepakt heeft. Mm-hmm. Om 4 uur 's middags wordt de grootste kerstbal met een leuk vertier wordt daardoor aan het publiek gepresenteerd. En in de loop van de weken daarna zijn er een hele tal van evenementen. Misschien wel leuk om te melden, op 20 december is zo de langste nacht. En er is een veiling onder andere van de opbrengst in Goedekump aan het Toon Hermanshuis. Dus daar zat ook wel een goed doel aan. Ja. En dan had ze nog het over de Floriade. Ik had nog een klein beetje over de Floriade. Ja goed, het is weer helemaal in het niets. Maar het eindrapport lucht er neer om. Er is het toch een tekort van 5,5 miljoen euro. He, ondanks dat iedereen gezag heeft van het is een mega goed evenement geweest. We zijn er goed uitgekomen. De positieve berichten meteen naar afloop. Ja goed, die spraken boekdelen. Iedereen woont in Hosanna stemming. Maar het eindrapport lucht er neer om. Er is gewoon een tekort van 5,4 miljoen. En dat zal gedragen moeten worden door de organiserende gemeentes. Waarvan Venlo eigenlijk met 2,5 miljoen euro het diepst in de buidel moet tasten. Dat is eigenlijk een beetje gebaseerd op het aantal inwoners per gemeente. Mm-hmm. En daarop hebben ze dus eigenlijk een verdeelsleutel losgelaten van elke gemeente moet zijn eigen bijdrage leveren. Maar ze hebben het zich ook zelf gezocht. En ze hebben zich volkomen voor de kaart laten vegen door de arrogante Hollander die ooit een zit in de Efteling heeft gedaan. Ja, precies. Dat nu pretparken en boeren is in Rusland. Ik hoop dat die achtbaan stabieler is dan wat er hier had achtergelaten. Ja, precies. Dan kunnen we in het Holland-Rusland toch een beetje maken. Alles hebben we weer een nieuw probleem met Rusland. Ik wil net zeggen, dat moeten we van hier doen. Hey, en de rest kunnen we zien op? Gezien.nl. Ja, daar staat alles digitaal.
Super. Ja. Nou, veel zien we helemaal voorbereid op het weekend. Zo is dat. Hartstikke bedankt voor de komst naar de studio. En het liefst nog even zitten, ach, voor het toetje of niet? Oh, heel graag. Gezellig. Ja.